Ja, ik ben er weer. Tijd voor een nieuwe. Power-up. Vandaag in Power-up bespreken we weer een wat oudere game, namelijk Bulletstorm. En ook in deze Power-up ga ik dus een wat oudere game weer bespreken. Vorige keer was het Mafia 2, nu Bulletstorm. Ook omdat Bulletstorm mij gewoon, ik vond het echt een hele vette game. En waarom ik deze game zo vet vond, ga ik jullie in dit item uitleggen. Bulletstorm is een first person shooter waardoor je door middel van combinaties maken, kill combinaties, punten kunt verdienen. In de game speel je als Grayson Hunt. En hij was onderdeel van Dead Ego. En dat was een team van supersoldaten en die gingen onder leiding van Serrano, dat is ook iemand die dus aan de top stond van die groep, mensen uit de weg ruimen. Maar het bleek dus dat die Serrano de andere teamleden had voorgelogen en daarom stopte daar de samenwerking. En toen jaren later ontdekte die Grayson samen met zijn vrienden, toen hij lekker aan het vliegen was in die ruimte, een schip van die Serrano. Ze besloten toen dat schip te rammen, maar dat ging niet goed, want ze stortten neer op een planeet genaamd Stygia ofzo. De game heeft een wat cartoony stijltje, alles ziet er een beetje apart uit. De vormgeving vind ik zelf wel heel mooi gedaan. Maar de game is echt vormgegeven met veel kleur en eigenlijk vrij weinig realisme. Jullie zien nu ook beelden in beeld, dus jullie kunnen ook zien van hoe het er ongeveer uitziet. En dan heb je al gauw een beetje een idee van het setting. Maar er zitten zo bijvoorbeeld ook vleesetende planten in het spel. En ja, het is echt een beetje op die stijl gebaseerd en dat spreekt mij in ieder geval best wel aan. Nu jullie weten hoe het er ongeveer uitziet, hoe het stijltje ongeveer is, gaan we even praten over de actie. Want dat is eigenlijk wel een heel belangrijk onderdelen in het spel. First person shooter, maar het is ook eigenlijk een grote schiettent. In de game is het dus de bedoeling om je vijanden op een originele manier te doden. En als je dat doet, verdien je er ook punten mee die je dan weer kunt besteden bij ammo en wapens. Maar hoe werken die combo's dan? Je kunt namelijk met je personage vijanden naar achteren schoppen, waardoor ze in een soort slow motion terechtkomen. En dan kan jij bepalen wat je ermee doet. Geef je ze nog een keer een trap of schiet je ze bruut door een hoofd bijvoorbeeld? En je kunt ook gebruik maken van je verschillende wapens, want die zitten er best wel in. Zo zit er bijvoorbeeld een wapen in, die een soort ketting met bommen afvuurt en die komen dan om het lijf van je vijand terecht en dan kun jij dat laten ontploffen. Nou, kan het nog duidelijker? Maar zo kun je ook gebruik maken gewoon van de omgeving, want je komt ook regelmatig kaktussen tegen en als je ze daar tegenaan schopt, worden ze gespiest en dan kun je ze op de barbecue leggen. Je kunt ze ook bijvoorbeeld laten elektrocuteren en dat is echt, er zit best wel veel dingen in die je kunt doen met die vijand. Alleen je wordt er echt niet bepaald toegezet. Want het is eigenlijk helemaal niet nodig om dat allemaal te doen. Want op een gegeven moment had ik er eigenlijk wel een beetje genoeg van. En toen ging ik gewoon mijn wapen pakken en iedereen door zijn hoofd knallen. Maar dan merk je toch wel dat je eigenlijk steeds hetzelfde aan het doen bent. Dat was ook wel een beetje het grootste kritiek van de meeste mensen die deze toentijds gespeeld hebben. Dat het dus een beetje eentonig na een tijdje werd. Ja, en ik ben het daar ook wel een beetje mee eens. Je bent continu vijanden aan het doden in een hele toffe setting. Maar toch, je doet niet veel meer dan dat. En ik denk dat het spel dan ook leuker is om soms eens een keer een uurtje te knallen. Maar niet om in één keer uit te spelen, want dan gaat het misschien een beetje vervelen. Nou, er zitten ook bazen in het spel en dat vind ik wel heel erg vet. Die zijn een beetje heel groot vormgegeven. En je zult wel een beetje moeten nadenken hoe je ze gaat doden. Ik zelf heb er wel een beetje moeite mee gehad soms. Dus wat dat betreft kan de game ook best wel uitdagend zijn. Het is trouwens ook wel grappig dat als je die killcombinaties doet, dat ze ook een bepaalde naam krijgen. Als je bijvoorbeeld allemaal vijanden tegelijk doodt, krijgen ze bijvoorbeeld de naam Gangbang. En zo heeft iedere kill en combinatie een andere naam. Nou, zover de singleplayer. Er zit ook nog een multiplayer in. En in die multiplayer kun je met een maximum van 4 personen een horde-modus-achtige modus doen. Dat is een beetje dat je allemaal waves van vijanden op je afkrijgt samen met 3 anderen, want je kunt die spelen met 4 man in totaal. Ook zit er een echo modus in en in die modus moet je dus ook samen met die vrienden stukken van de singleplay overspelen, alleen dan zonder dialoog. En dan is het echt de bedoeling om ook punten te verdienen. En die modus is dus best wel leuk, omdat je dus er wel echt toe geleid wordt dat je dus die kill combinaties maakt. In ieder geval, de singleplayer is dus echt een vette schiettent. Om soms dus een uurtje te spelen is het echt een hele vette game. Zeker ook als je het met meer mensen speelt. En daarom geef ik deze game zeker een
power-up. Heb jij hem nou gespeeld en wat vond jij ervan? Laat het even weten in de reacties. Vond je de game leuk? Zeg dan even dat je een power-up geeft. Vond je het niet zo leuk? Zeg dan power-down. En laat ook even weten in de reacties welke game jullie leuk lijkt om mij te laten bespreken. En wellicht komt jouw game dus maandag dan in een nieuwe power-up. Ik check jullie dan weer.